Het UMC Utrecht is aan deze expeditie begonnen omdat we in 2013 eigenlijk alle initiatieven die we rondom duurzaamheid hadden bij elkaar hebben gevat in de startnotitie. En we waren erg op zoek hoe kunnen we nu handen en voeten geven aan het thema duurzaamheid, wat we heel erg belangrijk vinden. Mijn collega en ik zijn enthousiast over duurzaamheid, maar ook ons managementteam is veel bewuster met het thema bezig om te kijken wat kunnen we met onze medewerkers doen, hoe kunnen we het in de transparantie en verantwoording kunnen we bezig zijn met duurzaamheid, maar ook in de gebouwen. Op welke wijze kunnen we verspilling voorkomen en actiever aan de slag met het thema duurzaamheid? Ik kwam eigenlijk precies op het goede moment, omdat we daarmee een soort vliegwiel in gang konden zetten en konden leren van andere organisaties hoe zij het oppakten en het thema veel breder hebben kunnen oppakken dan het vaak beleefd wordt door mensen. Brabant Zorg heeft een nieuwe strategische visie opgesteld. Dat waren we sowieso van plan. En tijdens de expeditie zijn wij in aanraking gekomen met de visie op gezondheid van Machteld Huber. Daar hadden we vooraf nooit van gehoord. Dat was voor ons echt nieuw en heeft ons bijzonder geïnspireerd voor die strategische visie. Wat we ervaren hebben als Spaarne ziekenhuis was dat het belangrijk was om veel breder de mensen uit het ziekenhuis te betrekken bij onze duurzaamheidsdoelstellingen. Daarvoor was het toch meer een initiatief van een aantal geïnspireerden en nu is het veel meer iets van het hele ziekenhuis. Wij als Philadelphia hebben echt het gevoel dat we dit jaar op expeditie zijn. Wij zijn de expeditie gestart niet alleen vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook omdat wij moesten afbouwen en tegelijkertijd moesten opbouwen. En dat betekent ook dat je soms mensen achter je moet laten, dat je soms op schotsen staat, maar dat je ook elke keer weer weet dat je met elkaar weer nieuwe stappen kan zetten. Een voorbeeld daarvan is dat wij in de afspraken met leveranciers nu steeds ook afspraken maken over de inzet van onze cliënten, zodat we echt kunnen spreken van social return. Nou, die expeditie was een ontzettend goede mogelijkheid voor onze 50 mensen die zo hebben geparticipeerd om kleine netwerkjes te vormen met mensen uit andere organisaties, met het bedrijfsleven. Maar ook intern zijn allerlei ontmoetingen georganiseerd en blijft dat ook doorgaan. We hebben bijvoorbeeld ook een board sustainability opgericht. Dus er zijn allerlei vormen van kennisverrijking, ontmoeting door die expeditie. Het voordeel van het samen met anderen doen is dat je van elkaar kunt leren. En we zien dat ook al gebeuren. We proberen zelf heel slim met huisvesting om te gaan. Dat is ook een thema wat andere organisaties bezighoudt. We hebben heel concreet een grote slag gemaakt in het terugdringen van vierkante meters. Maar ook bij de bouw van nieuwe klinieken hebben we duurzaamheid helemaal verankerd in de manier waarop we onze nieuwe gebouwen neerzetten. Wat het ons gebracht heeft is dat wij tijdens de voorbereiding van een nieuwbouw Vrijburg in Drachten, een trainingshuis voor jeugd en jongvolwassenen, dat wij de duurzaamheidsprincipes hebben toegepast in het ontwerp. Voor de komende 10 jaar hebben wij voorgenomen om meer trainingshuizen te realiseren en ook de duurzaamheidsprincipes mee te nemen ten aanzien van hoe wij de sociale inclusie in onze samenleving kunnen bevorderen. We hebben dit jaar gewerkt aan een nieuwe strategie voor het hele UMC Utrecht en daar is duurzaamheid nu een integraal onderdeel van de visie. En die hebben we vertaald in 5 icoonprojecten, waarvan er 1 Poly 3.0 is. Onze polyklinieken zullen de komende jaren volledig worden gerenoveerd. We hebben nu een mock-up gereed als voorbeeld van hoe dat uit zou kunnen zien. Hoe kun je nu een poly op een nieuwe manier vormgeven? En die zullen we volledig volgens duurzaamheidsprincipes verbouwen, maar ook zo dat mensen daar op een gezonde manier kunnen werken. Dat we de principes van de circulaire economie handhaven, dus dat we daar een heel gesloten systeem krijgen. Door de actie zijn we ook plastic gaan recyclen. Dat doen we op de OK met het apart houden van plastics in disposables. We doen het in het bedrijfsrestaurant met allerlei petflessen die apart worden ingezameld nu. En een andere actie is kliek voor een piek, waardoor we zorgen dat voedingsresten niet meer worden weggegooid, maar worden verkocht voor een leuk prijsje. En dat heeft €3.000, maar dus ook 3.000 niet weggegooide maaltijden opgeleverd.
Een heel mooi voorbeeld van circulaire economie, maar dan op hele kleine schaal, maar wel heel waardevol, is bijvoorbeeld onze activiteit op de Groene Markt in Dordrecht. Onze begeleiders en cliënten gaan de winkels af in het centrum van Dordrecht en de markt en halen daar allemaal oude spullen op. Knopen, spijkerbroeken, gordijnstoffen, etc. De dakpannen van de oude kerk. En daar maken zij binnen hun mogelijkheden allemaal nieuwe producten van. Een ander voorbeeld is op het gebied van personeelsbeleid. We kijken dus steeds wat medewerkers nog wel kunnen en niet wat ze niet kunnen. En het thema van ouder wordende werknemers. Hoe krijg je die ook tot hun pensioen, hou je die actief en ook goed inzetbaar? Dat zijn zaken die niet alleen ons ziekenhuis aangaan, maar ook zaken die je vooral kunt delen met anderen. We hebben een strategie van Impact on Health. En de visie die Machteld Huber ons heeft gepresenteerd, die sluit daar naadloos bij aan. Die gaan we ook helemaal integreren. Het betekent dat wij haar kijk op gezondheid, positieve gezondheid, het vermogen om regie te hebben en je aan te passen aan de uitdagingen van het leven, op fysiek en sociaal en emotionele uitdagingen in het leven, om daarop aan te passen. Het gaat ons ook helpen om die participatiesamenleving vorm te geven. Daar ben ik echt van overtuigd. Het belang van duurzaamheid vind ik dat je er plezier aan beleeft, maar ook dat het effect heeft op je patiënttevredenheid, dat het ook effect heeft op je portemonnee. Dus je doet iets tegen de verspilling, dus je bent uit op oplossingen die jaren vooruit kunnen en niet alleen maar heel kort werkende oplossingen. Maar ook als organisatie, hoe hou je als organisatie regie en hoe pas je je aan de uitdagingen die op je afkomen? En dat is heel erg leidend voor onze nieuwe strategische visie. En heeft dan ook geleid tot twee belangrijke lijnen voor de komende 5 jaar. En dat is samenspel in zorg en elke dag leren. En dat is echt voortgekomen uit deze expeditie. De expeditie is voor ons afgelopen, maar dat betekent niet dat we de eindbestemming hebben gehaald. En ik geloof ook niet in de eindbestemming. Het is een proces wat je voortdurend bijstelt, waar je voortdurend in leert. En MVO Zorg Nederland helpt ons daar op alle fronten bij. Tegen instellingen die overwegen om mee te doen aan de expeditie zou ik willen zeggen, doe mee. Het brengt je heel veel op het gebied van bewustzijn bij je medewerkers om duurzaam om te gaan met materialen, maar ook om een slag te maken in je personeelsbeleid, in je inkoopbeleid. En het moet toch echt zo zijn dat wij als instellingen ons hier hard voor willen maken. Laat vooral het kostenmotief en het korte termijn denken niet leidend zijn. Maar ga vooral kijken van hoe kunnen wij voor deze generatie en voor de komende generaties de samenleving duurzamer maken en ook meer bewust te maken van de noodzaak. Het is gewoon super inspirerend om met dit onderwerp bezig te zijn. En uiteindelijk inspireer je er niet alleen medewerkers mee, maar ook ondernemers in je buurt, bezoekers van het ziekenhuis. En het is vooral een kwestie van beginnen en geen koudwatervrees hebben.